Inderdaad, ik slaap niet te veel de laatste tijd. Dus dat bij voorbaat excuses dat mijn plaatjes niet zo mooi zijn als van de vorige sprekers. En ik wil eigenlijk u een beetje activeren. Het is vrijdagavond, het is laat. We hebben allemaal een zware week achter de rug. En ik verklap u al dat er veel overlap is tussen mijn praatje en dat van Marion. En dan wil ik van u straks horen hoeveel plaatjes u herkent terug in mijn presentatie. En de opties zijn 0, 1 tot 4, 4 tot 8 of meer dan 8. Dus het is tegelijkertijd een hele goede exercitie. Je moet ook de categorie onthouden. Ik kom terug bij u. Loopt Nederland gevaar? Dat is natuurlijk een hele gevaarlijke vraag om te stellen op vrijdagavond. En ik hoop dat ik tot een antwoord kan komen samen met u. En ik verklap u dat ik issues heb met deze. Dus wat ik wilde doen is een korte introductie geven van waar staan wij op dit moment. Dan enkele onzekerheden en de relevantie daarvan voor de praktijk. Dan natuurlijk samen de vraag beantwoorden of wij nu gevaar lopen op dit moment of later. Ik wil met u een paar observaties uit de praktijk delen en natuurlijk hopelijk nog ruimte voor een vraag. Ik begin weer met iets wat u mogelijk al kent, namelijk het begin van deze uitbraak. Ergens in december, een cluster van in het begin 27 patiënten met onbekende longontsteking of longontsteking van onbekende etiologie opgenomen in Wuhan in het ziekenhuis. En al snel bleek dus dat deze patiënten konden gelinkt worden aan die beroemde Huanan Seafood Wholesale Market, waar dus ook levende dieren werden verhandeld. Vrij snel is het virus ontdekt en bekendgemaakt, gedeeld. En wat ook heel belangrijk is, is dat al heel snel in de loop van deze epidemie de eerste gevallen in Thailand werden gerapporteerd en gevolgd door Japan. En dit correleert hartstikke mooi eigenlijk met een volgende, met deze. Namelijk een hele knappe modellering van de aantallen vluchtbewegingen tussen het luchthaven van Wuhan en de rest van de wereld, gemaakt onze collega's van het RKI, die ook nog later gefietst zijn op basis natuurlijk van de gevallen die wel via luchthavens zijn geïmporteerd. En die laat heel duidelijk zien dat inderdaad Thailand, Japan en een aantal andere landen die ook importgevallen hebben gehad, dat waren de landen waar ook het risico het hoogst was. Natuurlijk ziet dit plaatje nu heel anders uit omdat er niks meer vliegt vanuit Wuhan. Maar in ieder geval ziet u ook hier het feit dat wij in Nederland nog geen geval hebben uit Wuhan, is ook via modellen te verklaren namelijk. We hadden inderdaad een vrij klein risico. Op dit moment zitten we dus qua epidemie eigenlijk bij niet meer dan 75.000 of 76.000 wereldwijd. En dan ziet u op een gegeven moment een piek in dit grafiekje, wat eigenlijk niks anders betekent dat China de casusdefinitie heeft aangepast voor de regio Hubei. Waarbij ze dus niet alleen laboratorium gediagnosticeerde patiënten melden, maar ook patiënten waarbij een klinische diagnose van pneumonie is gemaakt. Inmiddels zijn ze nog bezig om dit soort gevallen nog retrospectief te testen. Dus het zou zomaar kunnen dat dit grafiekje in de toekomst toch heel anders uitziet. Wat we ook zien is natuurlijk een beeld dat zou kunnen leiden tot enige optimisme vanavond. Zou kunnen, want we weten niet precies wat dit betekent. Maar het lijkt alsof er een voorzichtige daling plaatsvindt. Dan wil ik u meenemen naar iets anders. De distributie van de gevallen buiten China. En voornamelijk wat ons natuurlijk het meest dichtbij is, is natuurlijk Europa en het Verenigd Koninkrijk, die tegenwoordig dus samen in één plaatje worden weergegeven. En dan zien we, dat is de nieuwe benaming, Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. En dan zien we inderdaad hier ook enkele gevallen die gerapporteerd zijn in Europa vanuit verschillende landen. En we zien eigenlijk twee landen die grotere pieken aan gevallen vertonen. En dat zijn Frankrijk en Duitsland. Ik zal heel graag met u eigenlijk het geval in Duitsland willen doornemen. Duitsland heeft een vrij grote cluster die allemaal terug te leiden is tot één enkele mevrouw, een onderzoekster van een bedrijf,
dat in Beieren een workshop is komen geven op 23 januari. En daarvoor had ze bezoek gehad van haar ouders. Die kwamen uit de regio Wuhan. En later bleek dat de ouders ziek waren geweest. Nou, zij stapt op het vliegtuig en komt in Duitsland. Heeft ze in 3 dagen, ik geloof 4 workshops per dag met meer dan 10 personen in een kleine ruimte. En vertrekt ze weer naar Shanghai, waar ze geloof ik woonde. Onderweg in het vliegtuig wordt ze ziek. Bij aankomst wordt ze opgenomen, getest en zij is positief. Uiteraard, onmiddellijk wordt alarm geslagen en dat bedrijf in Beieren krijgt te horen van jullie hebben bezoek gehad van een patiënte uit Wuhan. Zij zijn terug gaan opsporen, alle personen die met deze mevrouw in contact zijn geweest tijdens de workshops. En al snel komen de eerste gevallen in Duitsland tevoorschijn. En het verhaal wil, en dat verhaal is heel snel gepubliceerd, dat deze mevrouw in haar asymptomatische periode deze mensen heeft besmet. En dat heeft te maken gehad met het feit dat een essentiële stap in de infectieziektebestrijding, namelijk het verifiëren van het verhaal, over het hoofd is gezien. Dus er is eerder overgegaan, men is eerder overgegaan tot een goede publicatie, in plaats van even deze mevrouw te spreken. En wat bleek? Het Robert Koch Instituut heeft dat dus wel gedaan. Die hebben hun verantwoordelijkheid genomen en die hebben deze mevrouw weten te bellen, tot 2 keer toe, 1 keer ook met een tolk. En die heeft heel nauwkeurig uitgelegd dat deze mevrouw al bij komst naar Duitsland niet lekker was. En dat zij een paracetamolhoudend middel had geslikt om haar koorts te onderdrukken en andere symptomen te verlichten. Dus met andere woorden, gedurende haar hele periode dat ze in Duitsland is geweest, was zij toch wel symptomatisch. Dus bij deze het mythe van asymptomatisch, in ieder geval bij deze persoon, asymptomatische transmissie is dus ontkracht. En dat is ook gevolgd door een letter naar een bepaalde tijdschrift waarin dit verhaal is dus rechtgezet. Dat is dus Duitsland. Nou, naar aanleiding van deze mevrouw zijn veel meerdere gevallen opgespoord die allemaal behoren tot dat cluster. Frankrijk heeft ook een heel verhaal, namelijk met een importgeval uit Singapore. Daar is ook een workshop geweest van mogelijk iemand die efficiënt dit virus overgedragen heeft naar verschillende mensen in verschillende delen van de wereld. In ieder geval eentje daarvan is teruggekomen in Frankrijk en daar in een ski-oord heeft allerlei andere mensen weten te besmetten. Nou, vanuit Frankrijk zijn mensen ook nog naar Spanje geëxporteerd en geloof ik naar het Verenigd Koninkrijk. Dus dat is een vrij breed cluster met vertakkingen in andere landen ook. Verder heeft Zweden, België, Finland hebben steeds 1 geval. En dat zijn allemaal importgevallen die via reizigers dus in die landen zijn terechtgekomen. Dit is het beeld dus van Europa op dit moment. De landen, zoals ik zei, met de grootste cluster zijn Duitsland en Frankrijk. En dan zien we ook dat het aandeel lokale transmissie in Duitsland redelijk groot is ten opzichte van de rest van Europa. Maar we zien ook in Frankrijk lokale transmissie. Dus die te maken heeft gehad met die bewuste skioord waar ik jullie over heb verteld. Voor de rest is het beeld in Europa vrij rustig. Dan wil ik u meenemen naar de gevallen buiten China. En hier zien we dus hierboven, even kijken. Ja. Hier zien we het totaal aantal gevallen en de epidemiologische curve van de importgevallen buiten China. Verreweg de meeste zijn van oorsprong dus door personen gerelateerd aan China. En er is ook lokale transmissie in een aantal landen natuurlijk buiten China geweest. Wat ik vervolgens wil laten zien is dit plaatje. Dat is natuurlijk dit plus dat paarse gedeelte. En dat paarse gedeelte is wat er gebeurd is op dat cruiseschip in Yokohama. Dus dit is het cruiseschip. Ik geloof dat die Diamond Princess heet, waar van die 3000 mensen aan boord ongeveer 600 besmet is geraakt in de afgelopen 2 weken. Wat daar precies is gebeurd is niet duidelijk. Wat de rol is geweest van fecale overdracht of iets anders, of het niet naleven van de quarantaine of te laat instellen van quarantaine, is nog een mysterie dat nog uitgezocht moet worden. Dan wil ik u iets anders laten zien. Want we hebben de getallen gezien en de getallen zijn indrukwekkend. Maar op deze manier laten collega's weer uit het Robert Koch Instituut op basis van de getallen die John Hopkins echt as we speak update op de website, dus real-time update van de getallen. En die laten dus eigenlijk zien het aandeel of de impact van het aantal gevallen binnen China in vergelijking met
wat daarbuiten gebeurt. Dus al deze kleine bolletjes zijn eigenlijk landen waar ook gevallen van het nieuwe coronavirus zijn vastgesteld. Waarbij dus het aandeel van de rest van de landen natuurlijk bijna in het niet valt op dit moment ten opzichte van China. Het is ook weer een manier om te kijken waar precies het risico op dit moment zich voordoet. Dus wie loopt dan gevaar? Denk voornamelijk mainland China en binnen China Hubei. Dan gaan we hetzelfde ongeveer zien, want daar houden wij van, epidemiologen, dezelfde plaatjes op verschillende manieren laten zien, zodat u heel goed kunt tellen of u deze of niet hebt gezien eerder of niet. Dit is dus een weergave van de aantallen tot en met ongeveer begin februari, waarbij u ziet in het blauw het aandeel van de gevallen buiten China. We zien in rood de gevallen in Hubei. En we zien de rest van China hier meedoen. En we zien hier het aandeel van overlijdensgevallen buiten China en in Hubei. Nogmaals, duidelijk waar het probleem op dit moment zich voordoet. En dan weer bijna mijn laatste plaatje, maar dit is echt mijn favoriet. Want de getallen zeggen eigenlijk niks op zichzelf, tenzij je ze uitdrukt als incidentie. Dus je rapporteert het nieuwe aantal gevallen in een tijdsperiode op 100.000 inwoners. Want nog steeds 70.000 gevallen in China met een bevolking van 1 miljard mensen of iets meer dan dat, is natuurlijk nog steeds relatief weinig. Dat betekent niet dat ik deze uitbraak wil bagatelliseren, verre van, maar ik wil het op een andere manier naar de getallen kijken. En dat hebben weer de collega's van het Robert Koch Instituut gedaan. En die hebben dus de incidenties berekend in een aantal gebieden in China, waarbij heel duidelijk moet zijn dat de schalen verschillen. Dus hier ziet u een schaal van 0 tot 15.000 voor de regio Hubei. Dat is natuurlijk een heel andere epidemiologie. En de rest van de schalen zijn natuurlijk aangepast aan de lokale epidemiologie in andere regio's. Maar wat ik wil laten zien is dat het lijkt dat overal in China eigenlijk de incidenties aan het dalen zijn. Dus in deze ben ik ook eens met Marion. Ik denk dat het daar lijkt het de goede kant op te gaan. Dit was dus mijn favoriet. Op dezelfde manier hebben ze ook geografisch dit in beeld gebracht. En deze zou ik dolgraag willen vergelijken met het plaatje van jou, Marion, waarin je laat zien van tevoren wat de modelleurs dachten, waar zij dachten dat de hoogste incidenties zullen zijn. Nou, dan zien we die hier natuurlijk, zien we in Hubei de hoogste incidentie. En we zien nog een aantal regio's buiten Hubei met incidenties die enigszins hoger uitspringen en boven de 1 op 100.000 komen. Hetzelfde geldt voor overlijdensgevallen, weer met mooie berekeningen van de sterfte in China, daarbuiten en in Hubei. Nogmaals, met dank aan collega's van het Robert Koch. Dan wil ik u meenemen naar iets anders. En dit hebt u niet eerder gezien, omdat dit is iets waar de infectieziektebestrijders over dromen. En ik verwacht niet dat iedereen in deze zaal dat doet. Wij dromen over transmissieketens. Virologen dromen over de virussen. Die weten precies hoe de virussen eruit zien aan de buiten- en binnenkant. Dat weten wij niet. Ik ben geen viroloog, by the way. Ik ben arts. Artsen, infectieziekten, die kijken altijd naar een soort keten. Die horen van een verhaal, gevallen van een bepaalde infectie. En die denken in reservoirs. Waar komt dat nou vandaan? Die denken in bronnen. Wie zijn de patiënten waar wij mee te maken hebben? Wat is de transmissiemanier? Hoe gaat een bacterie, virus of whatever, prion van mij betreft, hoe gaat het van een bron, van een patiënt naar een andere, naar de zogenaamde contacten? En wat we eigenlijk willen doen, en daarom is ons leven vrij makkelijk, willen wij de bronnen elimineren en reservoirs eradiceren, we willen de transmissie onderbreken en we willen de contacten beschermen. Daar zijn wij toe op aarde, verder niet. En we doen dat omdat wij kennis krijgen van de virologen over het gedrag van de virussen. We krijgen kennis van de klinici over wat gebeurt er met de patiënten. Hoe infectieus zijn ze? Hoe gaat het allemaal aan toe? En we krijgen gegevens van de modelleurs. Die dol zijn natuurlijk op de cijfers. En die ons kunnen berekenen hoe groot de kansen zijn dat één bron meerdere kan besmetten. Dat gezegd hebbende,
zijn we heel erg geïnteresseerd in een aantal dingen die voor ons echt essentieel zijn. Namelijk, wat weten we van asymptomatische transmissie? Hoe groot is de kans dat wij deze bronnen niet vinden? Dat de patiënten gewoon geen klachten hebben, maar ondertussen anderen wel kunnen besmetten. Dus echt iets wat wij per se willen weten. De duur van de incubatietijd, het klinisch spectrum, hoe loopt dat? Van weinig ziek tot heel ernstig ziek. Natuurlijk de case fatality rate, de sterftecijfer. Hoeveel mensen gaan dood van het totaal aantal gediagnosticeerde klinische gevallen. En natuurlijk willen we heel graag iets weten over de behandeling. Is die er en wat zijn de mogelijkheden? We zijn ook geïnteresseerd naar de transmissie. Gaat dat makkelijk van mens of niet? Zijn er vectoren in beeld? In ieder geval voor het coronavirus is de transmissie van mens of mens heel relevant. Maar we willen ook weten hoe lang persisteert dit virus in de omgeving. En zijn er mutaties te verwachten die mogelijk de overdraagbaarheid in een verkeerde richting sturen of niet? Vervolgens willen we weten wat kunnen we eigenlijk met de contacten doen. Is er een vaccin? Dat gaat Ab over vertellen. Profilaxe, kunnen we ze beschermen met iets anders? Kunnen we sociale afstand toepassen? Is het handig om de mensen in quarantaine te plaatsen? Of in monitoring thuis? Hoe lang moet dat duren? Wat moet er precies gebeuren? Is er een risico van de overlading van de zorgcapaciteit? Kunnen wij de zorgcapaciteit handhaven als er tegelijkertijd een griepuitbraak bijvoorbeeld plaatsvindt? En natuurlijk zijn we ook heel erg geïnteresseerd in het monitoren en het proberen in goede banen te leiden van de percepties en angst van de bevolking en maatschappelijke reacties. Nou, dus als u dit weet en onthoudt, dan bent u al bijna een volleerd arteninfectieziekte. En dan met betrekking tot dit virus en het coronavirus hebben we al verklapt natuurlijk mogelijk. Stamt die af van een virus dat heel erg verwant is aan een bad coronavirus. En hoe dit virus vervolgens een weg en door welke tussengast hier naar de mens heeft gevonden, dat weten we niet. Dat is een hele grote vraagteken. Mogelijk heeft Ab daar een antwoord op, maar ik in ieder geval niet. Maar dan komen we bij de bronnen, dus de patiënten. En hier zijn we dus geïnteresseerd in deze grote vraagtekens die ik met u ga proberen te behandelen. Daar komt hij. Dit is dus het plaatje van een van de eerste case-series van 138 patiënten die gerapporteerd zijn. Waarbij meteen opvalt is het verschil natuurlijk tussen mensen die belanden op de intensive care ten opzichte van mensen die dat niet doen. Dus mensen die behandeld kunnen worden in een normale ziekenhuissetting, een ziekenhuisbed. En dan zien we dus inderdaad het verschil met betrekking tot leeftijd en met betrekking tot geslacht. We zien ook dat medische zorgverleners, relatief minder vaak of eigenlijk niet belanden op de IC. En dat inderdaad de rol van de comorbiditeiten belangrijk is. We zien koorts bij bijna alle patiënten, bijna 100% van de mensen optreden. En we zien ook wat verschil in met betrekking tot dyspneu bij mensen die opgenomen worden op de IC. Dat natuurlijk vrij logisch is. Dus dit is al een van de eerste beelden die we van de uitbraak hebben gekregen in China. Overal conclusie was eigenlijk dat de nosocomiale transmissie in deze case-serie plaatsvond in 41% van de gevallen. Opname op de IC was nodig in een kwart van de gevallen en een case fatality rate van 4,3%, dus hoog. Dan gaan we naar de volgende en deze is 2 dagen geleden uitgebracht door de collega's in China. Dit is volgens mij het grootste epidemiologisch onderzoek dat ik ken met meer dan 70.000 cases, gigantisch, waarvan 44.000 lab bevestigd. De leeftijd van de patiënten was voor 86% tussen 30 en 79, dus weinig mensen onder de 30 jaar. De diagnose is gesteld in Hubei voor driekwart van de patiënten. 80% had een mild ziektebeeld. Dit is al een prettig cijfer om te zien. En qua overlijdensgevallen, een case fatality rate kan 2,3% in de groep van laboratoriumbevestiging. Hiervan waren dus meer dan 1700 zorgmedewerkers. Hierbij waren meer dan 1700 zorgmedewerkers betrokken. 5 zijn overleden met een case fatality rate van 3%. Dus het begint de case fatality rate te dalen. En dat doet hij. Even kijken. Dat doet hij naarmate eigenlijk de leeftijd stijgt. Dus de leeftijd daalt. Dus hoe hoger de leeftijd, hoe hoger de case fatality rate. Ouderen, hogere kans om te overlijden aan dit virus. Laat ik het even tot u
Zo. En dan zien we hier ook dat er een hogere sterftecijfer is in Hubei ten opzichte van daarbuiten. En inderdaad, mensen met comorbiditeit hebben een hogere case fatality rate. Wat we ook zien is dat de case fatality rate in mensen die een ernstig ziektebeeld hebben is 50%. Ja? Van de mensen met een critical, dus kritisch ziektebeeld, mensen met een ernstig dan wel mild, daar zijn geen overlijdensgevallen bij gerapporteerd. Ook zien we dat de case fatality rate lijkt eigenlijk hoger in het begin van de uitbraak dan nu. Maar dat kan te maken hebben met de cijfers. Er kunnen natuurlijk nog mensen in het ziekenhuis liggen die later in de loop van de komende week overlijden en die cijfers zullen kunnen beïnvloeden. Dat gezegd hebbende, verlaten wij de patiënten en gaan naar de overdracht. Mens op mens. Ik weet niet of ik nog tijd heb. Ik neem 5 minuten. Oké, dat gaat lukken. Dan, daar weten we dat het sprake is van een druppelinfectie met een R0 of R0 in het Engels, 1,4 tot 3,9%. Dat betekent dat iedere van deze bronnen in een volledig vatbare populatie 1,5 tot 4 mensen kan besmetten. Dit cijfer rommelt nogal, dus wisselt echt per studie en per tijdstip. Dus, maar het zit ergens in de buurt van 1,7 waarschijnlijk. We weten dat de nosocomiale transmissie plaatsvindt. We weten dat aerogene transmissie tijdens aerosol genererende procedure een rol kan spelen. Maar we weten nog niet wat fecale overdracht doet. Dat is wat we op dit moment weten over dit stukje. Dat mens-op-mens transmissie bestaat, dat weten we vanwege de clusters die later zijn gepubliceerd. Maar de eerste aanwijzingen kwamen al met de eerste epidemische curve, waarbij u in het begin ziet de gevallen die helemaal netjes gelinkt waren aan de markt. En later zien we een soort explosie van gevallen die eigenlijk geen verband meer hadden met de markt. Dus er moest iets anders zijn geweest dan blootstelling aan een bepaald dier op de markt. Dan is dit de eerste rapportage van een hele mooie cluster uit buiten uit Shenzhen, buiten Hubei. Het is een familie die op bezoek is geweest bij deze mensen. En daar hadden dus 5 personen hadden deelgenomen aan dit bezoek. Een andere persoon, persoon nummer 7, heeft dat niet gedaan. Dat is de moeder van een van deze mensen. Die is gewoon thuisgebleven. Deze mensen zijn in Wuhan geweest, komen terug en zij wordt ziek. Dus duidelijk transmissie binnen die familie in dit cluster. Het tweede deel ga ik nu niet meer uitleggen vanwege de tijd, maar dat is in ieder geval duidelijk. Dan, dit is, laat ik ook even voor wat het is. Dan ga ik naar de contacten, want die zijn natuurlijk ook voor ons heel erg belangrijk. Hoe beschermen wij eigenlijk de mensen die bescherming nodig hebben? Nou, voor zorginstellingen is het natuurlijk cruciaal dat de mensen, de zorgverleners, de juiste beschermende middelen gebruiken wanneer zij in contact komen met de patiënten. En dat betekent dus wat we met een mooi Engels term noemen PPE. Dus mondmaskers, oogbescherming, schorten, handschoenen en zorgzettingen. Goede instructies hoe te handelen. Ook neusmaskers natuurlijk in de zorg voor verdachte gevallen die thuis moeten worden bemonsterd. En het belang van schoonmaak en desinfectie. Maar we zien geen bewijs eigenlijk voor het gebruik van maskers door niet-zieke mensen in de gemeenschap. Dus buiten in de openbare ruimte zien we geen toegevoegde waarde ten opzichte van normale handhygiëne. En we zien inderdaad wel een effectiviteit van hand- en hoesthygiëne. Dus mijn boodschap zal zijn, u hoeft nu niet een mondmasker op te zetten als u deze ruimte verlaat. Ten aanzien van entry-exit screening, dus wat doen we met mensen die een land verlaten of een land binnenkomen? Nou, entry screening, exit screening is niet aan de orde, want we hebben geen gevallen. Entry screening is nooit effectief gebleken in het opsporen van de juiste mensen. Je spoort alleen de op dat moment symptomatische reizigers, maar die kunnen natuurlijk ook griep hebben. Sterker nog, de kans dat ze griep hebben is vele malen hoger dan dat ze nu een coronavirus hebben. De betrouwbaarheid van een temperatuurmeting is twijfelachtig. En bij een effectiviteit van 80% van de entry screening, en dat is echt gigantisch, dan zouden 75% van de reizigers gewoon de entry screening passeren, omdat zij nog zich in de incubatieperiode bevinden. Bij SARS is dat uitgebreid geprobeerd, heeft heel veel geld gekost en niks opgeleverd eigenlijk. Het is duur, complex, niet proportioneel, niet kosteffectief. In ieder geval in onze settingen.
Reisadvies wel, je moet mensen uitleggen wat ze moeten doen om te voorkomen dat als zij naar een bepaald land gaan, dat ze daar risico lopen. En andersom, voor inkomende reizigers is reisadvies ook heel belangrijk. En dat hebben wij ook in het Chinees overal op dit moment hangen op Schiphol. Gevolgen op dit moment van deze strategie. We zitten nog in wat wij met een mooie woord noemen containmentfase. Namelijk, we proberen alle gevallen op te sporen en als het ware verdere verspreiding te voorkomen. Voor de goede orde, we hebben in Nederland nog geen geval. Dat betekent dat we goede casusdefinities hanteren, dat we de kliniek op orde, dat we weten hoe de kliniek op dit moment, welke klinische aspecten moeten worden uitgevraagd, welke epidemiologische link en welke laboratoriumcriteria gelden. En diagnostiek wordt op dit moment gedaan in het Erasmus en bij het RIVM. Dus dat betekent, patiënten moeten worden geïdentificeerd en apart gelegd, dus in isolatie, dat heet case finding, opname in strikte isolatie, aerogeen, contractdruppel extramuraal en thuisisolatie voor de patiënten met een mild ziektebeeld. Dat is het idee in Nederland. Identificatie van de contact is heel belangrijk. Contactopsporing. Wie heeft risico om met deze patiënten in aanraking te zijn geweest? Deze mensen worden onderverdeeld in hoog-laag risico en krijgen monitoring. We passen geen entry screening in Nederland toe. En zoals ik zei, advies voor inkomende reizigers is al geplaatst. Verder heb ik u al overtuigd dat maskers niet nodig zijn. Stel dat deze strategie niet meer toereikend is. Stel dat we in de komende maanden, ik weet niet of dat gaat gebeuren, weet niemand. Maar op een gegeven moment is de containmentcapaciteit van een land is het natuurlijk, komt tot een einde. Dat hebben we bij de pandemie ook gezien. Dat betekent op dat moment dat de casusdefinitie aangepast moet worden. Dat je mogelijk alleen maar de ziekenhuisgevallen of opnames gaat tellen. Dat je alleen misschien naar in risicogroepen gaat kijken naar patiënten of iets anders tegen die tijd voorzien. In ieder geval zal dat gevolgen hebben voor de identificatie van de patiënten. Waar moet je kijken, wie moet je apart leggen. Voor de voorbereiding op piekbelastingen in de zorg. Hoe zorg je dat de capaciteit op orde blijft, dat electieve opnames worden gestopt. Je moet nog kijken of identificatie van contacten relevant is. Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk wordt dat een stap dat niet meer efficiënt te doen is. En je moet natuurlijk kijken of grote evenementen afgelast moeten worden. En of er TZT hopelijk iets van een vaccinatie er is. Maar dat denk ik nog niet. Loopt Nederland gevaar? Want dat wilt u van mij horen. Weet ik niet. Ik moet zeggen... Als we dit zouden toepassen dan wel. Maar ik denk de beeldvorming is heel erg bepalend in deze uitbraak. Alles is eigenlijk mediageniek en alles is media. Dus dat heeft gevolgen. En op dit moment zitten we in Nederland met heel veel veranderende epidemiologie. Of in Nederland, overal eigenlijk in de wereld. Met wetenschappelijke onzekerheden. Die hebben gevolgen van de maatregelen. En we zien ook contextverschillen tussen landen, tussen het gedrag van de mensen, het beleid dat toegepast wordt, de maatschappelijke draagvlak voor de maatregelen. In Nederland is het ondenkbaar dat we steden afsluiten. Mensen gaan verschillend om met onzekerheden, percepties, communicaties. Dus ja, we lopen het gevaar dat we achter elkaar lopen en dat we de maatregelen steeds een stapje hoger opstapelen en dat we op een gegeven moment niet meer weten waar we aan toe zijn. Maar op dit moment lijkt me dat we veilig zijn in Nederland. Dat gezegd hebbende, ik heb het vaker gezegd, het gaat om eigenlijk, we weten heel veel technisch hoe het allemaal moet. We weten wie in isolatie moet worden geplaatst en ik denk dat ook de vaccinontwikkeling op zich zijn start gaat krijgen. En dat over een tijdje we van alles hebben in onze toolbox om zo'n uitbraak te bestrijden. Maar de maatschappij daarbuiten, buiten die technische verhaal, die moeten we ook meenemen. Dat is eigenlijk essentieel. Dat de mensen begrijpen wat we doen, wanneer we wat doen en waarom we dingen niet doen. Dat gezegd hebbende, mijn observatie is dat de pers enorm veel aandacht heeft voor dit verhaal. Maar niet alleen de pers, maar u ook, de pagina bezoeken van het RIVM steeg tot ongekende hoogte. Dit is echt onvertoond eerder. Voor deze uitbraak had het hoogste pagina bezoekersaantal was 80.000, geloof ik, per dag. En nu zitten wij op gigantische aantallen. Tegelijkertijd zien we enorm sociaal media activiteit, voornamelijk in de tijden van de repatriëring van mensen. En dat de WHO kwam met de observatie dat dit een public health emergency is of international concern. En de media-aandacht. Of de sociale media-aandacht app niet echt weg. Het is wat minder, maar het is nog steeds aanwezig. Dus hebben we zorgen voor de medewerkers? Zeker, want transmissie naar zorgmedewerkers in China is aangetoond. En lijkt
een grotere rol hebben gespeeld bij het begin van de uitbraak. Niet bekend is hoe het zit eigenlijk met het gebrek aan persoonlijke bescherming of suboptimale bescherming in China. Dus waarschijnlijk heeft dat een rol gespeeld bij de vele besmettingen bij hulpverleners. Buiten China geen rol van betekenis. Zorgen van en voor de patiënten. Nogmaals even laten zien dat op dit moment is dit het beeld van het coronavirus in Hubei. Met een sterfte van 2,3%. Dit was het beeld wereldwijd van SARS. Nogmaals een vele hogere sterftecijfer, maar natuurlijk een veel kleinere aantal patiënten. En dit is wat we wat in Nederland een goed seizoen aan longontstekingen, alle oorzaken door elkaar, oplevert aan problemen. Dus. En daar hebben we behandeling voor over het algemeen. Dus nogmaals, dit is een beetje dit beeld te relativeren. Dit sla ik even over. Wat ik wil zeggen, de zorgen voor de bevolking, die zijn heel voor de bevolking, van de bevolking, die zijn natuurlijk terecht. En wij proberen met gerichte communicatie iedereen te bedienen met de juiste informatie. Dus informatie voor professionals en publiek op de website. We hebben filmpjes voor mensen met verschillende onderwerpen en we gaan in op vragen die leven bij het publiek. Dat gezegd hebbende vat ik het samen door te zeggen dat er een hoog risico is voor de reizigers naar de provincie Hubei en waarschijnlijk ook in China. Dat er een laag risico is voor Europa, omdat alle gevallen tot nu toe een bewezen epidemiologische link hadden. De impact van de onbekende ketens van transmissie kan hoog zijn. En als we die zien in Europa, dan hebben we een probleem. En de kans op een importgeval in Nederland is natuurlijk nog steeds aanwezig. Ik dank u voor de aandacht en wil graag horen hoe vaak u de plaatjes van Marion hebt herkend.